Weer een zangtip van mij. En ik wil het graag hebben over de kwaliteit van de spreekstem te gebruiken in de zangstem. Je gebruikt je spreekstem dagelijks en over het algemeen heb je daar geen moeite mee en kun je dat de hele dag door doen. En hoe fijn is het als je dat ook kan tijdens het zingen. Tijdens het zingen gebruiken we vaak de stem net wat anders. Maar je hoort ook heel vaak dat de stem te veel verandert wanneer je zingt. Vaak gebruiken we dan ook de oefeningen om de woorden te spreken die je moet zingen, te tellen. En bijvoorbeeld de melodie op de cijfers te zingen. Om maar zo goed mogelijk dichtbij je spreekstem te komen. Maar ik merk ook wel vaak dat wanneer men dan weer terug naar het liedje gaat met de tekst en de bijbehorende melodie, dat het toch wel heel lastig is om weer bij dat punt te komen van dat spreken. En toen dacht ik, hoe kan ik dat nou samenbrengen? Dat we, ook al zingen we het liedje, dat we tegelijkertijd ook die spreekstem kunnen aanspreken. Zonder daar vooraf een oefening te doen en dan pas te zingen. Dus ik heb het met mijn leerlingen zo gedaan dat terwijl ze dus hun nummer zingen, dat ze de getallen, bijvoorbeeld de getallen 1 tot en met 10, moeten uitbeelden. Dus echt op deze manier. Best ook wel snel, vrij groot uit te beelden. En dan zul je denken, waarom? Maar als we tellen, dan tellen we vaak op een rustige manier, op een vrij lage manier. Dus niet 1, 2, 3. Maar je telt eigenlijk altijd 1, 2, 3. En als je dus over het tellen nadenkt terwijl je zingt, dan hoor je dat die stem daalt en veel ontspannender wordt. En dat hoor ik dus ook heel veel terug bij mijn leerlingen. En zodra ik merk dat de getallen 1 tot en met 10 een beetje vanzelf gaan, dan ga ik het ze moeilijker maken. En dan mogen ze bijvoorbeeld de tafels van 3 uitbeelden. Dus 3, 6, 9, et cetera. En zo ga ik door naar bijvoorbeeld de tafel van 7 en de tafel van 9. En het klinkt allemaal een beetje gek. Maar je zult merken dat als je dit doet en jezelf echt uitdaagt daarin, en je dus echt alleen maar focust op de tellen, je zingt natuurlijk je lied, maar dat je echt focust op de tellen, dat het zingen dus veel meer vanzelf gaat. Ook omdat je afgeleid bent natuurlijk. Maar ook omdat je dus mentaal denkt aan tellen, wat vrij laag altijd gebeurt in je gedachten, waardoor het zingen ook ontspannender is. Denk je nou, wat moet ik hiermee? Ik vind dit een lastige tip. Dan kan ik dus eventueel een leerling voor je filmen waarbij ik de oefening toepas. Dus laat het maar weten en succes!